Heb je contact met Els? Els, hoe ziet de planning eruit? Ga jij Rico Zorro aankondigen? Vandaag organiseren wij hier het evenement Alex 65 en vrienden komen op tegen kanker. Alex heeft dat initiatief bedacht omdat hij 65 is geworden. En hij wilde eigenlijk wel eens iets terugdoen, omdat hij in zijn omgeving nogal veel geconfronteerd wordt met kanker. Hij dacht van ja, ik ben eigenlijk nog zeer gezond en ik kan sportief nog iets doen. En ik wil dus daarom met de RABC vrienden en gangmakers toertjes rijden hier in het park van Brasschaat. En zijn doel is 200 kilometer halen hier in het park. Hij is echt bezeten door het wielrennen. En hij wil dus graag iets doen, niet alleen zomaar een feest organiseren en daar het goed doel mee sponsoren, maar hij wil ook een sportieve prestatie neerzetten. Omdat hij wel gezond is en nog niet geconfronteerd wordt met kanker, wil hij zeggen van kijk, ik kan iets doen. En ik wil daar andere mensen mee steunen. Ik ben er zeker van. Het zal een daverend applaus zijn. Alex is geslaagd in zijn plan. Wagen doorrijden. Alex Proficiat. Wat een manier om 65 jaar te worden. Ja, uiteraard. Uiteraard ben ik heel trots. Het is een moment waar we lang naartoe hebben geleefd, waar we uren hebben over vergaderd. Het lijkt misschien makkelijk om op zo'n parcours rondjes te draaien, maar het is elke ronde wel geconcentreerd blijven. En het is niet van op de duur zal het wel vanzelf gaan. Nee. Het is, hij werd natuurlijk ook goed geholpen door zijn fietsmakers van RABC. Maar hij heeft wel alles gereden. Hè. De anderen hebben kunnen rusten. Ja, eigenlijk dat aankomen, dat eigenlijk is het al weken aan het leven bij mij. Hè. Dat gaat er gebeuren als ik aangekomen. Tijdens de proef zelf, dan begon het toch al stukjes aan. Dat ik denk, ik ga toch emotioneel zijn wat, omdat we het ook doen voor mensen, ja, voor kanker in het algemeen, maar zeer nabij, mensen die we kennen of die net overleden zijn enzovoort. En dan begin ik aan die mensen te denken. En dan heb ik wel een paar keer, al rijdende dan, serieus, even zo'n knie gehad.